Goed, een hele goede zondagmorgen deze morgen. Welkom bij de stofjes. Goedemorgen lieve YouTube-kijkers, welkom bij de stofjes. Dat was altijd mijn introotje. Boah. Foei. Ja, ik ben lekker bezig fitnessen. Het was lekker, maar het was pittig. Ik heb van mijn collega... Van mijn nieuwe collega, die geeft zelf thuis af en toe HIIT trainingen. En hij zegt, ik maak een keer een schemaatje voor jou. Je bent ook met sporten bezig, doe die maar. Ja, dat heb ik geweten. Poh, foei. Ja, ik wist dat ik natuurlijk, want iedereen heeft gluten, maar... Ik heb ze nog nooit zo gevoeld zoals ik ze nu voel. Maar ja, goed. Ik ben benieuwd wat het morgen wordt. Ik bedoel, ik heb ze nu al. Ik voel nu al mijn benen ook. Maar goede, op zich goede trainingen. Maar, boah. Jongen. Maar goed, ik ga dit proberen vol te houden. Hij zegt, dit moet je ongeveer een week of acht volhouden. Hij heeft nog een tweede training die ik dan van de week ga doen. En die twee trainingen, die twee oefeningen, of tenminste series, die moet ik dan eventjes gaan bijhouden. Ongeveer een week of acht. En dan, dan zou het resultaten moeten geven. Maar jongen. Wat was dit een lastige. Ja, dat komt dat je, normaal gesproken heb je dus altijd zelf een training in elkaar geknutseld. En veel gericht op of bovenlichaam of wat dan ook. En dit is een beetje van alles wat. Niet alleen zwaar in de gewichten, maar dat hoeft juist niet, maar juist veel herhalingen. En dan ook met een tempo. En dan niet het tempo van dat je dit maar snel moet doen, maar de tussenpauze zeg maar korter. Dus jij krijgt minder tijd om te herstellen. En dat maakt het dan eigenlijk zo zwaar. Dus ik ben benieuwd. Ik ga het proberen vol te houden. En kijken wat schipstrand. Misschien dat ik op de maandagavond, dat ik die misschien door deze training nu ga skippen. Maar dan moet ik even kijken. Misschien dat ik morgenavond wel nog een deel doe van mijn eigen training. En dan eventueel woensdag die van mijn collega. Maar misschien wordt het dan wel weer te veel. Moet ik ook even rekening houden. Want ik had één oefening. Dat waren push-ups, die moest ik even skippen nog, omdat ik nog wel wat in mijn schouder voel. Dus ik moet daar een beetje rustig aan mee doen. Dus dat is eentje, maar er waren drie keer vijf push-ups. Die heb ik nu geskipt. Maar in de basis, alle oefeningen die ik vandaag heb kunnen doen, die heb ik ook gewoon volbracht. Oh, die Tabata-oefeningen. Oh. Dat zijn 8 sets van 20 seconden. En dan de mountain climbers. Dus 20 seconden, mountain climbing, 10 seconden rust, 20 seconden, 10 seconden, en dan 8 sets. En dan op een gegeven moment 2 minuten rust en dan weer een keer 8 sets. Maar poei! Haha. Dat was een flinke. En dat was de laatste oefening ook nog eens een keer. Dus dan heb je eigenlijk al die hele serie gehad waar je glute al een keer te pakken hebt gehad, waar je bovenbeenspier al een keer te pakken hebt gehad. En dan krijg je nog die Tabata training erachter. Poh. Dus, nou. Oh ja, vandaag. Uitje. Orion. Deze zijn wij moreel verplicht om te winnen. Waarom? Omdat wij die thuis hebben verloren. Dat was het begin van de competitie. Alleen toen draaiden wij nog niet zo. Zoals we nu draaien. Dus ik verwacht dat we vandaag toch wel een overwinning binnenslepen. Wat het wordt, dat weet ik niet. Dat hangt een beetje van de tegenstander af. Die willen af en toe eens een keer extra fel erin gaan. En dan is het natuurlijk afhankelijk van de scheidsrechter die je hebt. Of dat hij daarin meegaat, ja of nee. Maar we zullen het zien. We zullen het zien. Ik ben benieuwd. Ik hoop
dat we het goed over de streep intrekken. Want ja, dan is het ook natuurlijk nog steeds gunstig voor, voor het eindresultaat wat we hebben dit seizoen. Op zich gaat het helemaal niet slecht staan. Nou, ja, het staat in de middenmoot staat het relatief dicht bij elkaar. Als de ene verliest, dan kruipt de andere weer meteen eroverheen qua stand. En ja, het zit behoorlijk dicht bij elkaar. Maar op het moment dat wij dus vandaag zouden gaan winnen en volgende week Goes, als we daar ook nog een relatief goed resultaat halen, dan zijn we eigenlijk zeker veilig. Dan kan eigenlijk niks meer gebeuren qua degradatie. Ja, we proberen natuurlijk ook verderop in de ladder te komen dat we een beetje bovenaan eindigen. Kijk, eerste worden we niet meer, tweede worden we waarschijnlijk ook niet meer, derde. Theoretisch zit er nog een kans in, volgens wat ik van de week gehoord heb. Maar ik heb er verder niet naar gekeken. Dus ook dat heeft weer te maken met de tegenstanders natuurlijk. Wat die allemaal doen, of dat die winnen of verliezen, of wat dan ook. Maar het zit in ieder geval tot plaats 4 relatief dicht bij elkaar. En ja, we zullen zien wat gaat worden. Dus in ieder geval vanmiddag voetballen Orion. Ik hoop het beste. Zover ik weet hebben wij het complete team nu. Aanwezig. Nagenoeg aanwezig. Dus niet. En ja, we zullen wel kijken wat gaat worden. We wachten wel af. Ik hoop dat we vandaag de extra energie kunnen leveren. Die we moeten hebben, die we nodig hebben. Vorig jaar hebben we daar een gala neergezet of zo. Ook iets van 4-1 of zo. Of 5-1, ik weet niet. Maar het was in ieder geval, of 6. Ik weet niet, het was in ieder geval een gala voorstelling. Er ging echt, alles ging ook best goed. We overrompelen ze gewoon. Het was, ja, dat was gewoon top. Dus, maar goed, de resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, zeggen ze wel eens. Nou, dat was ook gebleken, want de thuiswedstrijd hadden we dus verloren met 3-1. Nogmaals, toen voetbalden we nog niet zo zoals we nu voetballen. Daar hebben een aantal tegenstanders ook al gezegd, die ons nu zien voetballen, zo van, het is gewoon... We zijn zoveel verder gegaan en gekomen dan in het begin van het seizoen. Dus dat is alleen maar goed, alleen maar gunstig. Dus, goed, ik ga stoppen. Ik ga naar huis. Ik ben thuis, maar ik ga lekker douchen. Ik ga lekker wat eten en eventjes wat even een korkje pakken. Ik vind dat ik het nou nodig heb. Dus normaal gesproken doe ik dat niet. Daar zou ik natuurlijk de lunch hebben. Maar ik ga nou even een korkje erbij pakken. Ik heb wat verbrand vandaag. Even aanvullen. Dus. Goed, ik zeg tot de volgende keer. Duimpje omhoog, even abonneer op het kanaal. En dan zie ik je de volgende week weer. Met een nieuwe zondagmorgen praatje. Ja, dat was het. Ik zeg tot de volgende keer. Ik zeg een goede zondag. Ciao.